Rottie van de Hengel, ik ben de projectleider van Thuis op Straat Delfshaven West. De zes regels te man en je begint bijvoorbeeld met, hoe heet jij? De afgelopen zes weken zijn we bezig geweest met een cd te creëren van de wijkregels. Jullie overleggen welke thema's je doet. Dus op het moment dat jullie daar het beste gaan hebben, moeten ze het hier ergens anders over hebben. Er wordt ook gelijk doorgekoppeld naar RC en een lid, want dan weten die het voor morgen. Om draagvlak te creëren hebben we gezegd van nou, we gaan een rap cd maken met kinderen. Kinderen plaatsen we op cd, zodat die wijkregels die worden dan meerdere keren gehoord. Kinderen blijven daar naar luisteren. Ze komen ook op internet te staan. Dus we proberen gewoon een groot medium te creëren waarop we die wijkregels kunnen dragen. Dit is een initiatief van de deelgemeente dat wij er samen voor gaan. Nou, ik zit in de groep die dit samen heeft bedacht. We zijn de wijkregels aan het rappen met de jongeren van deze school. En nu proberen we het lekker op een leuke manier over te brengen aan die kinderen. Dus we hebben eerst met z'n allen een aantal wijkregels afgesproken. Dus we hebben belangstelling voor elkaar, we groeten elkaar. Kortom, we hebben respect voor elkaar. Ja, over de wijkregels, daar gaan al die liedjes over. Zodat we deze jongeren leren wat de wijkregels zijn. Zoals, weet je, dat we elkaar groeten, dat we aardig zijn tegen elkaar. Dat zijn de wijkregels. Wat is er leukste aan? Rappen. Een paar woordjes erbij verzinnen. We spelen samen op een pleintje, ook al is hij een kleintje. En ik haal mijn vrienden op, soms zeggen we wel hem op. We zijn samen op straat, sommigen hebben haat. Ik ben met mijn vrienden een bal aan het vangen, inspangen. Ik ben met mijn maat aan het hangen. Ja, wat we proberen op deze manier is A, werk te creëren voor de Urban Family. Dat is de groep die dit constant begeleidt en die de jongeren coacht bij de opnames van de cd's en ook bij tekstschrijven. Daar proberen we werk voor te creëren. In de day, yo, kleine snortvlegel. Vroeger was ik best raar, vroeger had de kledo. Dus eigenlijk is het een combinatie van en een bedrijf en een welzijnsinstelling en de jongeren en bewoners uit de wijk. We gaan samen spelen, dat betekent samen delen. Plezier maken met elkaar, elkaar niet vervelen. We spelen vaak op straat, want... We'll be right back.
En toen hebben de jongens van de Urban Family, die hebben 6 weken lang op de scholen workshops gegeven over de wijkregels. En dus de kinderen hebben ook vorige week of de afgelopen weken hebben die een rap opgenomen. Dus die hebben op dezelfde manier zo hard staan werken als wij nu staan. Ik ben ook een voorbeeld, ja dat zie je zo. Ik laat je zo de weg zien, ik kom maar mee naar flow. Nu ben ik nog 9, later ben ik groot. Ik doe mijn best op school voor het diploma en zo. Ja, dit is eigenlijk een stukje van het laatste stukje van het completeren van, die opname voor die CD. Wat we op dit moment samen met elkaar aan het opnemen zijn. Nou, je merkt dat het heel snel gaat en dat het heel snel op te pakken is. En zo willen wij ook dat de wijk het oppakt straks als de CD klaar is. 19 augustus, dan wordt de CD gepresenteerd. Dat doen we in het Spartapark West op een groot podium met een mooie live set erbij. Dan gaan alle jongeren en kinderen die gaan optreden. De Urban Family ondersteunt ook weer dat optreden. Die zal coachen op het podium, die zal de jongens en meisjes helpen. En dat doen we met z'n allen, dus samen gaan we ervoor. Samen spelen doe ik samen met alle Turken, Nederlanders en Marokkanen. Ik hou mijn vrienden op, samen voetballen, basketballen en soms lekker hangen. Spelen doen we samen, zo gaat op spangen. En we verwachten 1300 mensen. En dan wordt de CD uitgedeeld. En we hopen dat Fred of Carlos daarbij zullen zijn. We zullen Abu ook gaan vragen. Dus, Wanneer ik zeg hey, zeg bij jullie ook. Hey, ha, hey, ha. Als ik zeg hey, zeg bij jullie ook. Hey, ha, hey, ha. Hey, ha. Applaus voor jezelf sowieso. Even voor je beeldvorming. Jullie staan daar straks. Als wij zeggen hey. Zeggen jullie ho en dan zie je daar 1500 mensen staan. Abu Taleb, mocht u dit zien, u bent hartelijk welkom. Samen gaan we ervoor, dat betekent iedereen, samen gaan we ervoor. Iedereen in koor. Samen gaan we ervoor. Yeah.